En de Raad van Commissarissen van Telesuur wil de interne organisatie van het bedrijf versterken. Dit zei Sanjay Raghubarsingh, hij is president-commissaris van de RVC, gisteren bij de herdenking van het 40-jarig bestaan van Telesuur. Hij gaf aan dat er al een aanvang is gemaakt met de versterking van de organisatie. We kijken ook naar de belangrijkste asset in het bedrijf, dat is het human capital. En human capital willen wij tot het maximale ontwikkelen. Want alleen daarmee ga je het bedrijf groot maken. Wanneer je de werknemers vanaf de laagste rang tot de hoogste rang die synergie weet te bewerkstelligen, kan je jouw bedrijf verder brengen. Anders blijft het een mooi stuk papier. Dus wij zijn gestart met een paar zaken, waaronder de supply chain onderdirectoraat, dat is de nieuwe, de onderdirecteur is vandaag in functie. Het belang daarvan is om de transparantie te verhogen in het bedrijf, om een aantal processen die in dit bedrijf plaatsvinden, zoals de hele logistiek, warehousing enzovoort, heel efficiënt te beheersen. En ook daaruit een veel groter financieel voordeel voor het bedrijf te behalen. De RVC heeft voorgesteld dat er een nieuw directoraat komt bij Telesuur. Daarnaast zijn er ook enkele voorstellen gedaan die te maken hebben met de interne organisatie. De volgende voorgenomen wijziging, of laten we zeggen reorganisatie, is de HR-afdeling. Om die helemaal door te lichten en te versterken, om een die plaats te geven dat het inderdaad ook mogelijk is om een performance-driven organisatie te maken van Telesuur. Een belangrijke zaak waar we ook bezig zijn, net laten we zeggen geantameerd, het is nog niet echt in volle vaart, maar dat gaan we dit jaar ook doen, is de voorbereiding van de transformatie. Kijk, Telesuur is 40 jaar in een rechtsvorm die toch wel voor deze tijd achterhaald is, die ons de nodige beperkingen geeft wanneer wij met vendors in het buitenland onderhandelen. Ze kennen de NV, de Low Liability Company. Dat is ook eigenlijk de meest gewenste vorm waarin je de bedrijfsvorm wil gieten. Dat biedt natuurlijk een heleboel uitdagingen, omdat het personeel enigszins uit haar comfortzone zal worden gehaald van allerlei ambtelijke zekerheden die er in dit systeem zijn. Maar tegelijkertijd heeft het ook een heleboel beperkingen. Hallo, Sanjay Raghubarsingh, hij is president-commissaris van de RVC bij Telesuur. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme gaf aan dat technologie niet meer weg te denken is in de wereld. Het is, maar in principe nu op de voorgrond is gekomen vanwege COVID. Iedereen, mensen moeten van huis uit werken. Mensen willen op afstand zijn. We moeten de afstand bewaren. En ook nog kan presteren. Dus Telesuur heeft ook daardoor een extra verantwoordelijkheid gehad. Misschien niet meer op de achtergrond, maar nu op de voorgrond. Dat wij met z'n allen, zeker ook vanuit de regering, door de roep van meneer Panka, die ondersteuning zal er altijd zijn vanuit de overheid. We willen niet op de stoel gaan zitten van de directeur, of de president-commissaris, of van de bondvoorzitter. Maar wat we wel willen is zeker aangeven de richting welke dit parastataal bedrijf moet opgaan. Dat we binnen het Caribisch gebied onze positie weer gaan verstevigen. Dat was dus minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij sprak gisteren bij de herdenking van het 40-jarig bestaan van Telesuur. Hij benadrukte dat het telecommunicatiebedrijf een belangrijke rol zal spelen in het nieuwe normaal.